Slachtoffer steekpartij overleden. Onderzoek naar behoud manege Zoetermeer. En Museum Prinsenhof bezit zeldzaam wapen. Dinsdag 27 maart, dit is het TV West Nieuws. Dag dames en heren. De Hagenaar die zaterdagmorgen werd neergestoken in Delft is overleden. Het slachtoffer is een man van 22 jaar. De Hagenaar werd zaterdagochtend vroeg bij een vechtpartij in een huis aan de Van Kinschotstraat in Delft neergestoken. Hij werd zwaar gewond overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. Na de steekpartij werden 7 mensen aangehouden. Het is nog niet duidelijk wat hun betrokkenheid is. De gemeenteraad van Zoetermeer wil een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijkheden om manege Oosterheem open te houden. Een meerderheid van de raad is van plan om binnenkort een motie hierover te ondersteunen. De manege moet op 1 juni dicht, omdat de paarden er alleen tijdelijk mochten staan. Volgens de stalhouder kunnen de dieren dan nergens anders heen. En ook veel bezoekers van de manege zijn in actie gekomen. 450 mensen met een bijstandsuitkering uit Den Haag moesten eraan geloven. Per touringcar zijn ze naar het Westland afgereisd. De gemeente Westland wil ze daar aan het werk krijgen in de tuinbouw. En dat is ook precies wat minister Kamp van Sociale Zaken wil. Iedereen die kan werken, moet aan de slag, vindt de minister. En wie niet komt opdagen of werk weigert zonder goede reden, wordt 1 maand gekort op de bijstandsuitkering. De bijstandsgerechtigden verzamelden zich vanochtend vroeg op het busplatform bij Den Haag Centraal. Daar blijkt al snel dat niet iedereen even gemotiveerd is. Gewoon wandelen, mooi weer, lekkere vrouw kijken daar. Maar je moet aan het werk toch? Ja, we hebben het. Maar de projectleider van de gemeente Den Haag denkt dat er toch nog wel wat mensen aan de slag zullen gaan in de tuinbouw. Ik denk als zo'n 150, 200 mensen van deze 700 mensen daadwerkelijk aan het werk gaan en gewoon jaar rond een mooie baan hebben die conform CAO wordt betaald, dan is dit een succes voor mij. Onder massale belangstelling van de vaderlandse pers krijgen de werkzoekenden een rondleiding bij orchideeënkweker Van der Marel in Maasdijk. Ja, daar staat op het jaar waarin die geplant is. Dat is in 2011. De week 22. Wij leggen deze mensen uit wat hier aan werkzaamheden gebeurt. En daaraan kijken we of daar uiteindelijk interesse voor bestaat om hier te komen werken. Maar ook om een beeld te geven van hoe het werk in de tuinbouw is. Dat is ook een heel belangrijk gedeelte van deze rondleiding. Hij moet mij wel uit overtuigen, meneer. Maar ik zie het wel zitten. Ik ben heel graag aan het werk, dus ja. Maar waar woon je? Den Haag. Hoe kom je dan hier? Dat is een probleem. Daarom, ik heb geen vervoer en of fiets ken ik ook niet. Nou hoor ik net wel wat geluiden van ja, we weten niet zo goed hoe we hier moeten komen. Nou, dan moeten de mensen dat oplossen. Er zijn honderdduizenden mensen in Nederland die dagelijks naar hun werk gaan. De een komt op de fiets, de ander met de bus, de ander met de auto. Ja, die lossen dat ook zelf op. Dus ik zou zeggen, gewoon aan de slag. Het kan geen excuus zijn. Nee. Toch zijn er zeker ook mensen die echt snel aan de slag willen. Kan je solliciteren? Zeker, zometeen. Zometeen al? Ja, natuurlijk wel. De gemeente Den Haag denkt dat het merendeel van deze bijstandgerechtigden in de tuinbouw aan de slag kunnen. Vanaf 1 april kunnen ze al beginnen. Straks, het wapen waarmee Willem van Oranje werd vermoord is in Delft. Connection en Arriva hebben geboden op buslijnen in Leiden, Gouda, Alphen aan den Rijn en de Duin- en Bollenstreek. De provincie besluit half april welk bedrijf de vergunning krijgt. Arriva is een nieuwkomer in dit deel van Zuid-Holland. De hyacinten komen dit jaar door het warme weer vroeger uit dan andere jaren. En daardoor kunnen de bloemen waarschijnlijk niet meer gebruikt worden bij het bloemencorso op 21 april. Het corso zal dan in plaats van de beroemde hyacint meer tulpen moeten gebruiken. Normaal is juist de hyacint de meest gebruikte bloem. De kogels waarmee Willem van Oranje is omgebracht kwamen uit een ratpistool. En Museum het Prinsenhof in Delft, waar hij ruim 4 eeuwen geleden werd doodgeschoten, bezit nu zo'n zeldzaam wapen. En daarmee zijn ze veel stappen verder gekomen in het onderzoek naar de eerste Nederlandse politieke moord met een vuurwapen. Dit was in 1584 de eetzaal van Willem van Oranje. Hij had onder andere de burgemeester van Leeuwarden op dat moment op bezoek. Dus hij kwam uit deze zaal, wil hier richting de trap naar boven.
En op dat moment komt Balthasar Gerards achter die pilaar vandaan, deze pilaar. En dan pakt Balthasar Gerards, de moordenaar, het pistool onder zijn mantel vandaan en schiet Willem van Oranje dus hier neer. Balthasar Gerards deed het met dit wapen, althans eenzelfde soort. Het was een handig pistool, want het is er een die van tevoren geladen kan worden. De moordenaar van Willem van Oranje had twee van dit soort wapens van een lijfwacht van de prins gekocht. Er staat zelfs in een van de brieven uit de tijd dat die lijfwacht die het pistool aan Balthasar Gerards heeft verkocht, daarover zoveel wroeging had, zoveel dat hij dat zo erg vond dat zijn meester was gedood door dit wapen, door zijn wapen, dat hij zich het leven heeft benomen. Balthasar Gerards bekende na de moord gelijk en werd daarna voor de ogen van veel mensen opgehangen. Het bewijsmateriaal is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven. Of die gaten echt zijn, was nooit zeker. Maar met de vondst van het pistool dat gebruikt is, moet erover nu meer duidelijkheid ontstaan. Blijft het statiegeld op petflessen of niet? De Tweede Kamer praat vandaag over een voorstel van staatssecretaris Joop Atsma. Hij wil dat het over 2 jaar wordt afgeschaft. Maar er is veel weerstand. En het zijn niet alleen milieuorganisaties en gemeenten die zich zorgen maken over het afschaffen van het statiegeld. Misschien kent u het wel. De plaatselijke supermarkt waar u de emballagebon meteen weer kunt inleveren. Voor het goede doel. Stichting Weeshuis Sri Lanka haalt op deze manier jaarlijks 30.000 euro op. En dat is veel geld voor de organisatie uit Den Haag. We hebben nu zo'n 131 kinderen in het kinderthuis die op jaarbasis zo'n 250.000 euro kosten aan levensonderhoud, onderwijs, uniformen, kleding, eten, drinken. Ja, en dan zouden we andere wegen moeten gaan vinden en op een andere manier creatief bezig zijn hoe we dan tot andere acties kunnen komen. Veel mensen vinden het afschaffen van statiegeld geen goed idee. Nu breng je het terug omdat je statiegeld krijgt, omdat je dat terug wil. En als het niet gebeurt, dat is heel slecht voor het milieu, denk ik. Wat een zootje. Ik denk dat het een slecht plan is, omdat dan alle flessen gewoon bij het huisvuil komen. Of op straat of dergelijke. Dus ik zou er niet voor zijn. Sommigen vinden het zonde dat het statiegeld dan ook niet meer naar Stichting Weeshuis Sri Lanka gaat. Ja, er was hier laatst ook nog eentje onder nog een mooi briefje dat er 200 euro in totaal is opgebracht. Dus dat doe ik wel mee inderdaad. Dat kan dan ook niet meer, hè? Nee, dat kan dan ook niet meer inderdaad. Nee, dat zou wel heel zonde zijn, hè? Ja. Ja, dan gaan we naar het weer. En dat zijn over het algemeen goede berichten de laatste dagen. Huub Musée, wordt het vandaag ook weer mooi? Ja, het weer lijkt wel heel veel op elkaar deze dagen. Maar dat is volgens mij helemaal niet erg. Want ook vandaag wordt het dus weer zo'n prachtige zonnige lentedag. Verder staat er een zwakke tot matige wind. Die wordt noord-noordwestelijk. En de temperatuur die komt net uit als gisteren op zo'n 16 of 17 graden. Alleen vlak aan zee blijft het iets koeler. Nou, mooie dag dus weer. Dankjewel, Huub Musée. Kijken we ook nog even vooruit naar de uitzending van Tis Wat van vanavond. Ja, ik kijk er echt naar uit. Want vanavond is er weer het Tis Wat Datingbureau. En daarin ontmoeten we dit keer Ronnie. Ronnie is gescheiden, is 47 jaar, op zoek naar een vrouw en hij woont nog bij zijn ouders. Mag ik hier komen slapen? Nou, dat weet ik niet of ik dat wil. Dan moeten we afwachten. Dan moeten we afwachten wat het is. Als ze goed door de keuring komt, dan... Nee hoor. Nee, dat is onzin. Nou, even door de keuring en wie weet zit je dan binnenkort naast Ronnie op dat gezellige bankje. Vanavond dus kijken, dan speelt hij de hoofdrol in Tis Wat. En tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website en natuurlijk ook bij de collega's van Radio West. Straks volgt hier TV West Sport en wij zijn er vanmiddag weer om 5 uur met het TV West nieuws. Graag tot dan en geniet van het lekkere weer vandaag.